Goedendag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van donderdag 26 januari met het nieuws in 100 seconden. Koperdief klemgereden, subsidie voor les over vieze Nederlanders, hartverscheurende video stervend meisje en Birgit en Katja Schuurman vernielen auto. Ongeveer wat ik heb gezien aan schade wat er verricht is, ga ik ervan uit dat er ongeveer voor een paar miljoen in een korte tijd hier de professionele weggehaald is. Dankzij het programma Po-Nieuws heeft de politie koperdieven uit Amsterdam kunnen grijpen. Een groep krakers had het voormalig Shell-laboratorium geplunderd. Een oplettende verslaggever zette de politie op het spoor. Nou, doe ze het tasje even open dan, nee, om even kijken. Nee, niet. Waarom niet? Omdat het mijn gereedschap is en er gaat niemand op. Ja, zeg. Koper stelen niet. Het is gewoon hartstikke, kijk, dat is gewoon koper wat eruit steekt, joh. Mag ik even kijken, de spullen? Werd toch achter je, hè? Dit zijn allemaal aangehouden. Een moskee in Amsterdam-Oost blijkt met belastinggeld cursussen te hebben gestimuleerd, waarin Turken wordt uitgelegd dat Nederlanders vies zijn omdat ze zich niet 5 maal per dag wassen. Uit een verhaal in de Telegraaf blijkt dat tonnen overheidsgeld over de balk zijn gegooid bij de sponsoring van de Turkse en Marokkaanse moskee in de Transvaalbuurt. Ik just want to say that. Janet Liang heeft leukemie en moet binnen 2 maanden een beenmergdonor vinden, anders gaat ze dood. Op internet doet de Amerikaanse studenten een hartverscheurende oproep. So please register. Please say yes if you're contacted. Thank you. Birgit en Katja Schuurman gaan in de nieuwe Nederlandse film Blackout een auto met Willy Wartaal te lijf. Dit was de Nieuwsflits op onze site. Verder het laatste nieuws over de onderwijsstaking vandaag. En elke dag 6 opmerkelijke video's, zoals deze Tsjetsjenen, die elkaar voor het inhalen even waarschuwen met een machinegeweer. Die krijgt dan wel ruim baan. Tot morgen.